Vandaag ga ik steltje spelen in Call of Duty Black Ops 3 met een silencer op mijn Kuda submachine gun. En natuurlijk Ghost om niet op de minimap te komen als enemies een UAV hebben. We gaan kijken of we daarmee een chillpotje kunnen neerzetten. Dus we gaan nu een potje zoeken en hopelijk dat we lekker steltje kunnen gaan spelen. Oké, ik ben in de playing game gekomen, maar ik ga alsnog proberen steltje spelen voor jullie natuurlijk met mijn silencer, Kuda class en Ghost. Ik weet niet of het gaat lukken, maar dan gaan we gewoon de team spelen. Dus potje 10 damage op de map Aquarium en de enemies hebben al UAV en dat is mooi. Nu zien ze mij niet op de minimap. Ze gaan me ook helemaal niet zien. Omdat ik natuurlijk Ghost aan hem staan. Kijk, en daardoor heb ik deze kill op kunnen pakken. Let's go. We moeten niet met teamers bij me gaan lopen. Die zie je natuurlijk wel op de minimap. En daardoor ben ik op dit moment dood. Die enemy kon precies zien dat ik hier liep natuurlijk. En hij moet wegwezen bij mij. Hij moet wegwezen. Team, ik ga maar voor lekker. Ja, laat mij hierheen lopen. Zij zien mij niet. Ik ga hem oppakken. Ik heb hem gezien, daar. Dus ik ben weg hier. Ik ben ook weg hier. En dan komen ze in mijn rug. Oh my god. Dat is het nadeel van teammates die geen ghost gebruiken. Die zien ze natuurlijk gewoon op de map. Maar mij zien ze nou niet. Dat is mijn voordeel die ik dus heb. Eigenlijk moet je deze klas gewoon in free for all gebruiken. Waarom? Omdat daar heb je helemaal geen teammates op de minimap. Nu moet ik ook nog even rekening houden dat de teammates waar ik bij loop niet maar laat me lopen. In verband dat zij geen ghost hebben, dan sta ik eigenlijk gewoon op de minimap. Omdat een teammate naast me loopt, die dus wel op de minimap komt. Let's go. Ik speel dan ook met de UAV, count UAV en de hater. Oeh, hij raakt me daar wel, man. Hij gebruikt ook silencer. Nice, UAV erin. Emmys gebruiken ook Ghost. Paarden van. Hack hem UAV. Jawel. Ik heb een counter UAV. Bijna mijn hater. Kijken of ik die kan halen. Het zou wel mooi zijn als ik die kan halen. Let's go. Site is binnen. Dan wacht ik nog wel even met inkallen. Dat ga ik hier doen. Dan ga ik zo die spanning. Nevermind. Hij stond dus daar me op te wachten. GG. Ik had geen UAV of zo, dus hij waarschijnlijk gewoon zijn headset heel erg hard staan. Maar we nu maar aankomen over lopen. Ik heb geen dead silence aanstaan, dat is misschien wel jammer. Dat had ik eigenlijk wel moeten doen. Even check. Waar is iedereen? Oeh, let go. Is hier binnen? Nee, want hier is mijn teammate. Die is wel doodgaan hier links. Zeg wel wat. Ja, let's go. Zoals goed is hier rechts komen. Ja. Holy shit. Hier ook een links. Oh, hij wil ook silencer. Oh! Ik heb hem echt 100% door mijn rapid fire. Thanks daardoor. Oké, nu komen ze gewoon via hier. Kijk hoor. Hij is ghost. Hij is aan het hacken. Dan is aan het hacken met UAV aan het hacken met een Black Hat, zo heet dat. Er is natuurlijk ook een Black Ops 2, die hebben ze niet uitgehaald. Maar ja, gelukkig kan je niet je hater ermee hacken, geloof ik. Anders was het wel fucked up. Ja, hij is weer bezig. Spendelantje, de klas dit, jongens. Oh, hij heeft me alleen geraakt. Alles goed is weer recht voor ons. Oké, ah, oh, kut, ze hebben nu een counter, are you kidding me? Ik heb een hater op dit moment. Teammate, jij loopt zo, dan ga ik hierheen. Even niet mijn site in, want dan verraad ik eventueel mijn spot daarmee. Kom op, jongens. Een counter, hoe kut is dat? Als je iets niet wil tegen je wil hebben, is een counter. En helemaal omdat ik een hater nu heb. Beter nu dan. Dan dadelijk. Oh, kut assist. Let's go, hater zit erin. Dat is echt kut! Ik roep 1 seconde mijn hater in. Kijk wat er gebeurt.
is ongelooflijk, echt waar. Er komt drie man op me af. Ik denk, oké, ik heb hem. Dus ik knal hem meter er al uit. Komt hij terug? Nee. Jawel. Toch wel. Alleen zit hier binnen, denk ik. UAV inbound. Waar? Hè? Heb jij Ghost? Het zal, moet wel. Ja, zie je, daarom was ik hem opeens kwijt. Oh, jammer. Wel lekker KD op dit moment. Kijken of we die ook kunnen behouden. Voor ons doen natuurlijk. Hij staat weer te hacken, die gozer. Ik heb niks anders te doen, jongen. Doet tering lang trouwens, een hack met zo'n Black Hat. Maar mijn kan... Ja, hij staat weer te hacken. 3-2. Dan is hij weer bezig, hoor. Maakt mij niet uit. Ik kan 3 kills krijgen op hem. Dus ga jij maar door met je hack avontuurtjes. Teammate, oh, het kan allemaal, jongens, het kan allemaal. Maakt mij niet heel veel uit, maar. Weet dat ik dit potje heel. Relax, potje heb neergezet! Oh, dan zet ik in. Het ding zat daar, hij ziet me niet, hij ziet me niet. Teammate, als je ook even dat ding kan slopen, zet. Ja, en dit soort teammates heb ik zo een hekel. Oh my god. Die gaat dan gewoon echt alleen voor zichzelf spelen en die ziet dan iemand en die gaat even snel wegduiken. Ja, dan ben ik natuurlijk fucked. Zoals je net ook al zag. Oh, jij bent echt een lucky bastard. Ik ga hem niet challengen als het duwt met die 48 Dredge. Daar hebben jullie ook een video mee gezien. Afgelopen woensdag, geloof ik. I don't know for sure. Maar ja. We hebben in ieder geval gewonnen dit potje. Mocht jij nou genoten van dit videootje, laat dan even je blauw duimpje omhoog. Ach, natuurlijk ook mijn enorm 35-8 is ons eindscore geworden. En mijn 4.38 kill dead dit potje gehaald. Best wel redelijk natuurlijk, gewoon voor een 10 damage potje. Dus ja, laat even je blauw duimpje omhoog. Ach, natuurlijk helpt mij enorm. En hoop jullie te zien bij de nieuwe video van morgen om 3 uur precies. Zoals ik al zei, bedankt voor het kijken. En tot morgen om 3 uur. Doei.